Goedemiddag, u kijkt naar het Weerbericht van Weerplaza.nl in een groot deel van het land is het bewolkt inmiddels, in het zuidoosten schijnt nog even de zon, daar vinden we ook de hoogste temperatuur op dit moment 15 of 16 graden, onder de wolken is het een graad of 11. Inmiddels begint er ook al neerslag over het land te trekken, dat kunnen we zien als we de radenbeelden erbij pakken en die in beweging zetten. De neerslag komt vanuit het westen tot noordwesten, in eerste instantie trekt het vooral over de noordelijke helft van het land, maar tegen de avond bereikt de neerslag uiteindelijk ook het zuiden. Dit is het plaatje dan voor de avond. De bewolking overheerst, van tijd tot tijd valt er regen. De temperatuur ligt rond een graad of 11. De wind is nu nog matig tot een zee vrij krachtig, maar neemt iets af na overwegend matig kracht 4. Komende nacht nog steeds veel bewolking. Later in de nacht begint het enigszins op te klaren in het noorden van het land. Daar trekt de regen weg, maar dan volgen er uiteindelijk alweer vrij snel buien die vanaf de Noordzee het land binnentrekken. De minima liggen rond een graad of 4 en de wind neemt geleidelijk aan weer iets toe. Dan morgen. De regen in het zuiden trekt uiteindelijk ook weg. En dan hebben we in het hele land te maken met een afwisseling van wolken, soms felle opklaringen waarin de zon even goed kan schijnen. Maar ook verspreid buien die over het land trekken. En het kunnen echt felle buien zijn, met kans op onweer, kans op hagel. En in het noorden misschien zelfs een beetje natte sneeuw. Daarbij gezegd, het is natuurlijk dan niet echt warm, zelfs ronduit koud voor de tijd van het jaar. Het wordt niet veel warmer dan 8 tot 10 graden. En dat alles bij een matige, soms aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Dan dragen daarna op woensdag ook flink wat buien met kans op onweer en hagel middagtemperatuur rond de graad of 9 en nog steeds een vrij stevige noordwestenwind. Op Koningsdag het aantal buien zal iets minder zijn, nog steeds wel kans op een klap onweer of misschien wat hagel op een enkele plek. middagtemperatuur rond de graad of 10. Op vrijdag is het aantal buien nog wat verder afgenomen, dan is het ongeveer 11 à 12 graden en de wind zien we duidelijk wat afnemen en wat meer naar een westelijke richting draaien. En uiteindelijk gaat hij dan in het weekend wat erop volgt, gaat de wind draaien naar zuid en uiteindelijk naar zuidoost. En dan neemt de neerslagkans eigenlijk helemaal af. Het wordt grotendeels droog, de zon gaat flink schijnen en de temperatuur gaat ook duidelijk omhoog. Dat zien we als we de 15-daagse erbij pakken. Tot aan het weekeinde dus nog echt koud lente weer, middagtemperatuur rond de graad of 10. Daarna, vanaf het weekeinde gaat de temperatuur duidelijk omhoog en in de loop van volgende week komt zelfs 20 graden in zicht. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.